Ze gaat niet weten wat ze had. Ze had niet verwachten. Hey Rosa! Je bent nu live op YouTube. Door? Ik ben live aan het opnemen. Je moet nu echt gaan kijken. Oh ja, en ik ga Robloxen, dus we kunnen live spelen. Oh, dit vind ik zo vet. Mag ik Floor even spreken? Ja, dan moet je Floor bellen. Bart, mag ik Floor even spreken? Floor zit erbij. Floor zit er gewoon bij, geloof ik. Ja, want... Oh, wacht. Nee, hij heeft mij ook gebeld. Bart! Ja, zie je? Floor is er gewoon bij. Floor is ook live. Hoi! Roblox, ja. Oké, ik heb Roblox openstaan. Ja. Rosa? Ja, en Rosa. Bart. Rosa en Bart. Het is Rosa en Bart. Rosa. Rosa en Bart, zeg ik. Ja, maar waar is Rosa dan? Oh, die heeft opgehangen. Kandig. Wacht, we gaan. Natuurlijk helemaal niet. Dit is echt erg. Wat ik doe. Ah ja, oké. Okay. Ik ga
krijg je wel door de kans om Rosa te zien. Ik denk dat wel Joyce weer gaat ingrijpen, maar ja, we moeten heel snel dat ze iets zeggen. Het juiste moment komt zo. Oké. Maar goed, ik heb het nu wel naar haar toegestuurd, dus ja. Oké, dus ja, ik ben live. het juiste moment komt zo. Oké. Maar goed, ik heb het nu wel naar haar toegestuurd, dus ja. Oké, dus ja, ik ben live. het juiste moment komt zo. Oké. Maar goed, ik heb het nu wel naar haar toegestuurd, dus ja. Oké, mensen. Donald gaat zo voor jullie verder spelen. Waarom? Waarom? Maar ik heb een echte stem. Maar moet ik voor YouTube mijn eigen stem opzetten? Kun je doen? Ja. Nou, dat vind ik niet echt. Olaf, doe jij het maar. Of zullen we samen doen? Oké. Er moet iemand vervangen zijn. Oh. Ja. Yeah. Oké. Nou, ik zal jullie... Dit zijn de hits van de Rio 58 Hitzone. Twee series met John Legend. Met Regimes, Stromae, Pitbull en Kesha, Avicii, Katy Perry en nog veel meer. 58 Hitzone, 68. Altijd alle hits. Is er de nieuwe 58 Hitzone. De grootste en lekkerste hits van dit moment. 58 Hitzone 80. Altijd alle hits. De nieuwe 58 Hitzone. Twee cd's met alleen de allergrootste hits. Met Guus Meeuwis en Marco Borsato. Yolanda Be Cool. Lady Gaga. Katy Perry en Lady Antebellum. 58 Hitzone 54, de nummer 1 hitcompilatie. De nieuwe 58 Hitzone. Twee cd's met alleen de allergrootste hits. Met Pink, Damaru en Jan Smit, Anouk, Lady Gaga, David Guetta en de Black Eyed Peas. 58 Hitzone 51. De nummer 1 hitcompilatie. Hij is er. Hitzone 39. De grootste hits van dit moment op CD plus DVD. Met Nelly Furtado, Eric Prydz, Christina Aguilera. De Fratellis en XYP. Hitzone 39, CD plus DVD. Nu overal verkrijgbaar.
NFM presents de plaat van het jaar. It's our best of 2002. Elvis, Tattoo, Nelly, Kylie Minogue, U2, Muff, Robbie Williams en nog veel meer. Exclusief op Hitzone. Best of 2002. Die moet je hebben. Hij is er weer. De nieuwe Hitzone 23. De nummer 1 hitcompilatie. Hitzone 23. Met Will Young, Garrett Gates, Coldplay, Robbie Williams en Jamai. Sterker dan ooit. Hitzone 23. Haal hem nu. Hitzone Best of 2003. Het complete jaaroverzicht met Nena en Kim Wilde, 50 Cent, Louis D en Jim, Robbie Williams, The Underdog Project, Sugar Babes en Kevin Little. De dubbel CD Hitzone Best of 2003. Het enige jaaroverzicht met alle hits. Hitzone 33. Alle hits op CD plus DVD. Met André Hazes, Black Eyed Peas, Grace, Rihanna, Raccoon en James Blunt. Alle hits op CD plus DVD. Hitzone. Hitzone 33. Out now. Hij is er. Hitzone 34. CD plus DVD. Met Gavin DeGraw, The Pussycat Dolls, Sugar Babes, Coldplay, High Tech, Kelly Clarkson en Robbie Williams. Alle hits op CD plus DVD. Hitzone 34. Nu overal verkrijgbaar. Hitzone 35. Alle hits op CD plus DVD. Met The Opposites, Acorn, Rafaela, Simon Webb, Kane, Bluff, Eros Ramazzotti en Anastasia. Alle hits op CD plus DVD. Hitzone 35. Get it now. Hitzone Best of 2006. Het enige echte jaaroverzicht. ORS, Justin Timberlake, Marco Borsato en Lucy Silvas. Beyoncé, Kelly Clarkson, Shakira en Jan Smit. Twee cd's met alleen de grootste hits van het afgelopen jaar. Hitzone Best of 2006. Hij dacht dat het een gewone typcursus was, maar belandde al snel in een superavontuur. Megasnel blind typen is het enige dat de planeet Typtopia nog kan redden. Ben jij geschikt? Doe de gratis proefles op typtopia.com en scoor fantastische prijzen. Typtopia, de spannendste typcursus van het universum. Manier van liken gevonden die 100% geen één van jullie kan. Deze video liken met jezelf. Helemaal alleen? Is dat niet zielig? Nee. En hoe doe je dat precies met jezelf? In plaats van met één hand sla je je twee handen in één en dan probeer je te liken. Dit is geen pistool. Het is geen pistool. Dat is de like challenge en hij begint in 3, 2, 1, go! Ik bedoel... Ik kan het al niet. Vandaag heb ik een spannend verhaaltje wat mij er misschien wel toe gaat leiden hetzelfde te doen als in het verhaal. Dit hier is WhatsApp en als je goed kijkt ben...
ik dat? Wat zou er gebeuren als ik mijzelf WhatsApp? Nou, simpel. Dan WhatsApp je een nerd. Hey, nerds zijn slim. Shoutout naar alle nerds. Oh, dus je doet een shoutout naar jezelf. Nice. Oké, het klinkt misschien ubersuf, maar het gebeurt mij regelmatig dat ik mijn eigen telefoonnummer vergeet. Ik heb geen eens een telefoonnummer. Ha. Hoe ben je dan bereikbaar? Via mijn huisdiersteen. Dat moment dat je ergens wilt inschrijven en er wordt gevraagd, wat is het telefoonnummer dat ik mag noteren? En jij staat er zo van, iets met 06 of zo? Momentje hoor, ik kijk het even na. Excuus. Ja, gelukkig is je telefoonnummer makkelijk te vinden. Want bij de meeste telefoongebruikers staat het simpelweg in de telefoon zelf. Zo ook bij Dan. Dan is niet per se vergeetachtig. Maar op de momenten dat hij iets spontaan moet opgeven, zoals bijvoorbeeld zijn telefoonnummer, weet hij het soms niet naar boven te halen. Wel naar beneden dan? Ha! Wat ben je eigenlijk? Zo stond Dan laatst tegenover zijn nieuwe mentor op school. De nieuwe mentor introduceerde een schoolsysteem waarvoor de leerlingen een aantal gegevens moesten opgeven. En niets vreemds, dus ook aan Dan werd gevraagd, wat is het nummer dat ik mag noteren? En jup, daar stond Dan met een mond vol tanden. Wel gepoetst mag ik hopen. Poets jij ze wel? Geen commentaar. Ja, ik heb net een nieuw nummer, dus ik kijk eventjes. Uiteraard vond de nieuwe mentor dit geen enkel probleem, dus Dan pakte zijn telefoon en checkte het na. Bij veel telefoongebruikers staat het telefoonnummer van henzelf onder de naam Ik. En zo ook bij Dan. Maar ik heet geen Ik, ik heet Bob! Alleen, terwijl Dan zijn telefoon erbij pakte en de mentor geduldig afwachtte, merkte Dan iets vreemds op. Hij klikte op het Ik-contact en er stond bij weergegeven dat er gemiste oproepen waren van dit contact. Als in dat Dan gemiste oproepen had van zichzelf. Dus hij probeerde zichzelf te bellen? Dat weet ik nog niet. Ik lees nog. Vreemd, dacht Dan. Ik kan mij niet herinneren dat ik mijzelf heb geprobeerd te bellen. Ha! Dan zijn gedachte werd onderbroken door de mentor. Dan, sms'en doe je maar in je eigen tijd. Ik zou graag je nummer willen noteren. Dan keek op. Natuurlijk, meester. Diezelfde namiddag, toen Dan thuis kwam van school, dacht hij aan wat de mentor zei. Sms'en doe je maar in je eigen tijd. Vooral het eerste, sms'en. Ik bedoel, Dan zag immers dat hij gemiste oproepen had van zijn eigen nummer. En dit moet wel een fout zijn geweest, right? Want het is niet mogelijk om gebeld te worden door je eigen nummer. Dat zou hetzelfde zijn als je eigen nummer sms'en. Dan vond het maar spannend, alleen hij had geen sms te goed. Balen, dacht hij. Denk ik eindelijk iets spannends op het spoor te zijn? Heb ik de mogelijkheid niet om het na te checken? Op dat moment hoorde Dan iets. Ping! Boom! Ha! De spoor. Alsjeblieft. Het was een melding. Een melding van zijn moeder. De melding was een WhatsAppje en luidde, het eten staat klaar, liever. Echt? Oh, is het broccoli stampot? Help mij. Dan reageerde met, ik kom eraan, man. Na het versturen van dit bericht realiseerde hij zich dat WhatsAppen eigenlijk een soort van sms is. Ik bedoel, je stuurt iemand, net zoals bij een sms, een tekstbericht. Dus wat deed Dan? Hoe vreemd dit ook gaat klinken, hij voegde zijn eigen nummer toe aan WhatsApp. En het werkte. Hij moest erop lachen, want het eerste wat hij zag na het toevoegen van zijn eigen nummer als contact aan WhatsApp was zijn eigen profielfoto, zijn eigen status en dat het nummer online was. Logisch, want hij zelf keek naar het nummer en was dus ook online. En hij is het nummer, dus dan is online online online. Ach, nu we toch bezig zijn, dacht Dan, laat ik even hallo zeggen. Ja, Dan besloot hallo te zeggen tegenover het ik-contact. Oftewel, tegen zichzelf. Hoi Bob. Hallo Bob. Alles goed Bob? Ja Bob. Ik praat met mezelf. Ik heb pijn hier. Hij typte het bericht en verstuurde het. Direct 1 seconde daarna ontving hij exact datzelfde bericht terug. Van zichzelf. En dit zag er wat apart uit, maar het is volslagen logisch. Ik bedoel, je stuurt een bericht naar jezelf, dus dat exact dezelfde bericht ontvang je ook weer van jezelf. Dan vond het wel vermakelijk en appte erop los met zichzelf. Alles goed? Vroeg Dan, waarop hij direct een antwoord kreeg met alles goed? Ja, met jou? Stuurde Dan, waarop hij binnen 1 seconde het antwoord kreeg. Ja, met jou? Je snapt het al. Dit is niets meer dan een berichtje naar jezelf sturen en vervolgens datzelfde berichtje ontvangen. Haha, leuk. Alleen toen gebeurde er iets opmerkelijks. Dan was namelijk zijn oude agenda kwijt. Het was zijn agenda, dus hij kon de enige zijn die wist waar die lag. Alleen, dat wist hij niet meer. Ik bedoel, het is kwijt, dus hij was het vergeten. Wat deed hij? Hij appte zichzelf erover. Dan, weet jij waar mijn agenda is?
Stilte. Bij de voorgaande berichtjes kreeg Dan direct een antwoord van zichzelf. En dat antwoord was eigenlijk gewoon het berichtje wat hij naar zichzelf stuurde. Maar nu liet het op zich wachten. En tot Dan zijn grote, grote verbazing kreeg hij een antwoord van zichzelf. Achter je bed, Dan. Dan keek verbaasd naar zijn telefoon. Heb ik nou zojuist daadwerkelijk een antwoord van mijzelf gehad op een vraag van mijzelf? En dit is verwarrend! Dan dacht dat dit een soort van systeemfout was van zijn telefoon. Maar toen keek hij achter zijn bed en... daar lag zijn agenda. Als ik achter mijn bed kijk, liggen er alleen maar Dorito-chipjes. Ah, dat kan aan mij niet. We mogen geen chips op bed eten! Dan appte door naar zichzelf. Oké, we gaan verder. Ik weet eigenlijk helemaal niet welk het is. Dit is het ook niet. Kijk maar. Is deze? Ja, het was deze. Kijk, Flora, als je ook kijkt. Dat is deze. Ik ga nu jumpen. Jump. Dit is nu deze. En deze. Deze is een mooie. Nee. Oeh, dan ga ik hier. Oh, ik maak toch gelijk de goede keuze. En hier is het deze, mama. Als je een keer gaat Roblox met mij. Oké. Dan ga ik hem waarschijnlijk de verkeerde keuze maken, ja. Checkpoint gehaald. Lekker, lekker. Lekker checkpoint, ja. Gehaald. Hé, mama. Er zit een vertraging in. Traag in. Ik ga zo meteen opgegeten worden door een zombie. Zombie. Oké, ik denk dat Mitchell nu pas live is. Wacht, misschien is hij dat ook wel. Dan ga ik het nu zeggen tegen Mitchell. Hey Mitchell, kijk. Ik ga even laten zien hoe je appt. Dan doe je zo. Kijk, ik ga even een voorbeeldje doen. Zo, Bart. Zonnebril, man. Oké. Oh, was even storing. Oké, mama, we zijn er weer. Ja. Oké. Goed, ja. Nou, wat ik dus wil zeggen, ik ga weer verder met Obby. En kijk, mama, ik word zo meteen opgegeten door een levende zombie. Dat is concentratie. Oh ja, ik ben opgegeten. Dit is echt niet leuk. Oh. Okay. Wacht. Wat moet ik doen? Ja, als Floor het wil weten, ik ben bij stage 14.
Twee is 15. Gehaald. Oké. Jump up. Nou, lief. Lief. Wat? Oh, Lars. Lars is ook een... Wat? Lars zit ook in de game. Lars zit ook in de game. Lars zit in de game. Lars zit bij... Stage 11. Ja. Kijk eens aan. Lekker hoor. Lekker. Hij zit bij stage 11. En ik zit bij stage 1. We kunnen wel lieven. We kunnen lieven. We gaan lieven. We gaan lieven. Ah ja. Ah ja. Lieven. Lieven. Gewoon lieven. Dat is niet goed. Maar ja. Oké. Okay. Ik ga in een andere game. Dus ja. Oké. Okay, deze game heb ik ook gedaan. Am I really gonna defy this grave for money? Of course I am. Please stop. Cheese dot. Got the cheese dot. Thank you.
Oma. Ik ben hier. Hallo, hier. Kijk hier even, mama. Ik ben live. Je moet me kijken. Kijk me, mama. Kijk me nu, mama. Blijf me kijken. Ja, ja. Anders kom ik... Anders kom ik je een keer... stalken. Stalken, ja, stalken. Dan ga ik je achter je volgen. Oké. Kijk hier even naar de obby die ik ga spelen. Kijk even naar de obby die ik ga spelen. Bank super obby ga ik spelen. Bank super obby, mama, die is super leuk. Dus kijk naar mij. Even lieven en dan er snel weer in. Ik vermoed dat Lars komt. Weet je, ik ga nu op Lars wachten. Ik ga nu op Lars wachten. Ik ben bij stage 2. Attentie, Lars komt zo meteen hier in deze game. Ik ben nog steeds live. Je hebt me goed gehoord, ik ben nog steeds live. Waar is Lars? Als je hem nodig hebt. Oké, Lars, als je me goed hoort. Als jij me goed hoort, mama, zeg dan maar even tegen Lars dat ik de bank obby aan het spelen ben. En dat ik op wacht bij stage 2. Oké? Deze keer wacht ik wel namelijk op Lars. En ondertussen neem ik een heerlijk spekje, mama. Niet door gaan spelen. Nee, ik ga niet doorspelen. Ik ga gewoon wachten op Lars. En steeds spelen. Oh, dit ziet mama niet hoor. Ik stop nu gewoon een snoepje in mijn mond. En ze gaat het niet zien. Een klein stukje. Snoep in mijn mond. Dan gaat ze jaloers worden. Of dan gaat ze denken van... Oh, waarom is ze snoep aan het eten? Dat is slecht inderdaad. Daar ga ik mama. Maar ik denk natuurlijk ook nog aan jullie daar. Kos. Ooh.
Oh, wacht, mama. Ik ga toch de game lieven. Ja, mensen. Ja, Oikos. Andere mensen. Ik ga toch de game lieven. Ik ga gewoon niet spelen. Waar iedereen plezier aan heeft. Hey, Escape Minecraft. Dat lijkt me leuk. Escape Minecraft. What? Escape Minecraft? Dat is echt, niet meer. Oké, dan wacht ik gewoon Escape Minecraft. Wacht, Lars, join me gewoon. Dus als je me nu hoort, join me gewoon naar je eigen game. Wacht, wacht, ik ga een opdracht sturen naar mama. Mama, zeg tegen Lars dat ze mij, dat Lars mij kan joinen als hij klaar is met zijn eigen hobby. Oké? Mama, als je het nu, mama, als je het nu hoort, ook alle andere kijkers natuurlijk, zet het gewoon tegen Lars. Dat hij na de hobby mij kan joinen. Want dan, ziet hij, dan komt hij in de Minecraft Escape Hobby. Namelijk. Oké. Kijken. En live. Maar als je het nu hoort. Ook alle andere kijkers natuurlijk. Zet het gewoon tegen Lars. Dat hij na de hobby mij kan doen, want dan komt hij in de Minecraft Escape Hobby. Oké. Oké, nu heeft mijn moeder dus wat? Ik ga gewoon wachten als Steve. Steve is hier ook. Steve is hier ook. Ik sta achter een boompje. Maar hij gaat me nooit vinden. Lars gaat me nooit vinden in de game. Als hij mij zou joinen. Lars gaat me nooit vinden. Nee. Eh.
Als laatste niet komt, dan ga ik verder met de steentjes. Dan ga ik gewoon zelf alle steentjes halen. Wat? We kunnen gewoon lekker skippen. Lekker bezig, wat? Ik wacht nu expres bij stage 7. Dat wordt super lang. Oké. Maar trouwens, ik ga gewoon zelf doorspelen. Maar ik heb alleen stukjes nog. Kijk, zie je, hier kan ik een stukje. Zie je, krijg je een stukje. Ja, een stukje. Dan krijg je het allerlaatste stukje. Ja, dan leef ik deze game. En dan ga ik ook.